Dus welkom bij module 4, waar dat we de hard oefening gaan maken. Dit is er maar eentje. En dat gaat over beestjes 2, Revengeance. We gaan hier dieper in op overerving. Wat volgt is een complexere hiërarchie, waarmee we verschillende dieren gaan voorstellen. Ik ga eventjes met jullie de opgave overlopen. Een schema opstellen hoe alles in elkaar past, helpt. En helpt je nou? Oké, goed. Start met de klasse dier. Dus dat heb ik hier al gemaakt. Animal. Deze klasse bevat een geboortedatum, een toestroommethode en een methode maakgeluid. Maakgeluid geeft tekst terug met het geluid dat een dier maakt. Maakgeluid is hier nog te abstract om op te vullen. Dit zal in de subklasses moeten gebeuren. Dus laten we dus daarmee beginnen. Ik heb een geboortedatum nodig. En jullie hebben er waarschijnlijk wel een klasse voor gezien ook. Hebben jullie een daytime klasse gezien daarvoor? Ik ga deze hier nemen, birthdate. Ziezo. Die zit in Java Util ook. Okay. Dan hebben we een toestroommethode. En de methode maakgeluid. Dus we gaan dat eens eerst doen. Toestring. Zo. Er is hier op dit moment niks nuttigs te vertellen. Dus ik ga dat gewoon even laten voor wat het is. Of ik kan hier al iets provisoire invullen. Ja. Zoals dit. Born on birth date. Okay. Misschien komt er dus later in de opgave iets meer duidelijkheid daarom trend. En we hebben ook een maakgeluid nodig. Maar die maakgeluid... so make noise. Of make sound. Die kunnen we hier niet invullen, omdat een dier, dat kan van alles zijn. En dus gaan we hier wat doen? Gaan we hier die methode abstract maken. Dus ik maak een public void abstract. En dan mag ik hem gewoon afsluiten met een punt comma. En dat geeft geen body nodig. Zo'n abstracte methode. Dus dat betekent dat die methode uiteraard public is en niks terugkeert. Want hij moet iets doen. Hij moet niet iets geven. Make sound. Hij heeft daar ook geen informatie voor nodig. Maar hij is abstract. Dat wil zeggen, op dit niveau kunnen we dat implementeren. Onmiddellijk gaat Java natuurlijk van zijn neus maken. Want hij zegt, invalid meta-declaration return type required. Dus dat zal zijn om een abstract voor de void moet zijn. Voilà. En hij maakt altijd van zijn neus, want hij zegt abstract method in een non-abstract class. Dus wat betekent die abstract? Dat is eigenlijk, ja, we kunnen hier daar geen betekenis aan geven. Dus dat zal in de overervende klasses moeten duidelijk worden wat dat wordt. Maar dan is het op zich vrij duidelijk dat als je hier een abstracte methode hebt, make sound, dat het geen zin heeft om hier objecten van te creëren van die klasse. Want die make sound bestaat niet, die heeft geen body. Hè? Dus, met andere woorden, zodra je een abstracte methode hebt, moet die klasse ook abstract zijn. En dat betekent dus dat we eigenlijk van die animal helemaal geen instanties, geen objecten kunnen maken. Nu, wat ben je er dan mee? Wel, dat is natuurlijk omdat die klasse, als abstracte klasse, een basisklasse zal vormen voor andere klassen die ervan zullen afleiden, waardoor dat we gemeenschappelijke dingen hier bovenaan kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk een vorm van code reuse en don't repeat yourself. Door dat onder te brengen in die abstracte klasse. Dus dit is hier wat er staat. Hè. Vervolgens maak je de subklasses van dieren. We delen dieren op in een klasse. Vis, zoogdier, vogel, reptiel en amfibie. En deze klasses krijgen niet per se extra eigenschappen. Ja, ik kan ze allemaal maken. Hè. Dus ik heb een nieuwe klasse nodig, vis. Voilà. Ik kan ervan maken extends.
animal, omdat een vis een animal is. En dan gaat hij natuurlijk hier van zijn neus maken, want die klasse fish moet abstract zijn. Of als hij niet abstract is, dan moet vis natuurlijk nu wel zeggen wat make sound betekent. Dus ofwel maken we fish ook weer abstract, dat betekent dat we geen visobjecten kunnen maken. Ofwel moeten we hier die make sound implementeren. Ik ga eventjes verder lezen. Ja. Dus hier staat. Ten slotte maak je de laatste subclasses waar je maakgeluid in gaat overschrijven. Dus uiteindelijk is het niet de bedoeling dat we het hier overschrijven. En inderdaad, ik neem aan dat verschillende zoogdieren kunnen heel ander geluid maken. Dus als je zegt een zoogdier, dat is opnieuw nog te abstract. Dus, ik heb fish. Bij fish kun je dus zeggen, ik ga hem abstract maken. Omdat een vis niet bestaat, we gaan een specifieke vis moeten hebben. Hè? Dus abstract fish. Waarom zou je dan die fish nog maken? Waarom kun je dat niet gewoon van animal vertrekken? Wel, omdat misschien in fish gemeenschappelijke zaken kunnen ondergebracht worden voor alle vissen. Waarover klaagt hij nu? Er moet, denk ik, Klaas nog achter abstract. Ja, inderdaad. Bij Klaas heb ik per ongeluk gewist. Voilà. Public abstract Klaas fish. We hebben nog nodig een zoogdier. Dat is mijn mol, ga ik ervan maken. Voilà, extends animal. Ik ga hem ook abstract maken op dit moment. Je zou bij fish bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga daar een default implementatie geven voor geluid die niks doet. Oh. Dus je zou kunnen zeggen, ik ga hier al een geluid maken. Dus het override is eigenlijk de... Maar ik heb hier niet move nodig, maar make sound. Public void make sound. Er staat blub voor, maar eigenlijk zou het beter zijn dat we hier niks doen. Dus dan zeggen we eigenlijk, per default maakt een vis eigenlijk geen geluid. Dat betekent dat alle vissen, tenzij dat ze expliciet nu make sound gaan overschrijven, het standaard gedrag hebben dat ze geen geluid maken. Ik blijf hem abstract definiëren, omdat een vis te vaag is. Maar ik zou op dit moment abstract kunnen wegdoen en dan gaat hij niet meer klagen, want die methode is geïmplementeerd. Maar ik ga best een boot nemen, dus vis kan niet geïnstantieerd worden. Ik kan geen vissen maken, ik zal specifiekere vissen moeten maken. En alle vissen zullen nu toch wel al een default make sound hebben die niks doet. Oké. Okay. Wat hadden we nog nodig? We hebben amfibie, vogel en reptiel. Zo. Bird. Extend animal. Hier gaan we weer abstract van maken. En het heeft geen zin om hier die make sound te overschrijven, want een standaard geluid voor een vogel, dat lijkt mij een beetje te ver gezocht. Hè. Dan hebben we nog een reptile. Well. Zo. Reptile is ook een animal. Ik ga hem ook abstract definiëren. Ik heb weer die klas per ongeluk weggedaan. Ziezo.
En wat hadden we dan nog nodig? Amfibie. Oké. Okay. Wat is amfibie nu in het Engels? Maar ik weet dat je bijvoeglijke naamwoorden hebt, amphibious en zo, maar... even zien, amfibie. Amphibian. Ja, inderdaad. Ik heb hem ook just. Ziezo. En ook hier. Gaan we extenden van animal en gaan we geen standaard gedrag nemen, dus moeten we hem ook abstract definiëren. Zo, daar waren ze. Deze klassen krijgen geen extra eigenschappen. Ten slotte maak je de laatste subklasses aan, waar je maakgeluiden gaat overschrijven. En we hebben wat nodig: een tijger, een kikker, een slang, een vleermuis, een eend, een pinguïn en een Noordzeezalm. Gaan we even verder lezen. We willen een mogelijkheid om aan de juiste dieren een functie zwem en vlieg toe te voegen. Voilà. Denk nou over de meest geschikte manier waarover je hiervoor, als je weet dat bijvoorbeeld een eend zowel kan vliegen als zwemmen. Oké, gaan we het straks over hebben. En als je hierna nog altijd een uitdaging nodig hebt, kun je in je main-functie twee arrays toevoegen. De eerste array een kooi met dieren die kunnen vliegen. En de tweede array een vijver met dieren die kunnen zwemmen. En dan erover lopen en afprinten. En de geluidsfunctie. Ja, oproepen hè. Ziezo. Ik ga dat een klein beetje herschikken. Ziezo. Dus we hebben een kooi nodig en een vijver nodig. En dan oké. Okay. Goed. Eerst die specifieke dieren. Dus een tiger. Zal wat zijn? Zal een zoogdier zijn. Dus extens mammal. Oké. Okay. Hij hoeft niet meer abstract te zijn, want we willen tijgers kunnen maken. Dus ik ga nu moeten wat doen? Ik ga nu moeten die make sound overschrijven. Mijn Codepilot wil niet echt mee vandaag. Public void make sound. En we gaan het eigenlijk inderdaad laten grommen. Oké. Okay. Wat hebben we nog nodig? We hebben een we hebben ook nog een kikker nodig. Dat is een amfibie. Dat is hier de frog. Voilà. Zo. In principe kun je zelfs aan je IDE vragen om de methodes te implementeren. Dus implement methods. En dan gaat hij ze implementeren. Een kikker, voilà. Kan kwakken, hè. Dan hebben we wat nodig? Een slang. Dus een snake is een voorbeeld van een reptiel. En ik weet niet of het dan reptile zal zijn of reptilian. Ik denk dat ook een subtiele nuance is, maar ik ga het nu op reptile houden.
ik moet hier ook die methode implementeren. Voilà, en in dit geval kan hij sissen inderdaad. Wat hebben we dan ook nodig? Ik dacht een vleermuis, ja. En een eend. Dat is een vleermuis, dat is een bed. Voilà. Ik ga dat even niet meenemen in mijn git, anders staat dat tussen de in de git van mijn studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen, dus ik ga ze er hieruit gewoon al back. En die nu ook, hè. Ja. Bad moet wat doen, moet hier ook in de make sound implementeren. Maar ja, ik heb bad nog niet veel lawaai gehoord maken en eigenlijk doen ze dat ultrason, dus eigenlijk kunnen wij dat niet horen. Maar goed, ik ga het laten staan. En dan hebben wij nog nodig een eend. Dat is de reden dat ik die oefening niet geïmplementeerd heb al, dat hij niet tussen de video staat, omdat hij zeer eentonig is. Het is altijd hetzelfde. Duck. Voilà. En duck extends the bird. En we gaan hier ook die methode implementeren. En dat zal een kwak zijn ofzo dat hij ervan maakt. Zo, kwak. Hebben ze nu allemaal? Nee, nog niet. De pinguïn en de Noordzeezalm. Ik denk dat Atlantic Salmon zal zijn. Wat ze bedoelen? Extant Fish. Voilà. Die hoeft hier geen implementatie te hebben, want je krijgt eigenlijk als vis al sowieso de standaard implementatie mee die niks doet eigenlijk. Ja. Of je zou kunnen zeggen, zoals dat ze daarnet gedaan hebben in fish. Wat is fish hier? Zou je kunnen zeggen, gewoon om het zichtbaar te maken, dat we een blub hebben. Ja. Dat hij ergens balkjes maakt, maar alle vissen doen dat dus. Dat maakt geen verschil. Blijft een default implementatie. En dan hebben we nog een penguin. En dan is benieuwd wat dat CodePilot ervan gaat maken. Van dat geluid. Honk. Oké. Ik ga het aanvaarden. We hebben ze allemaal nu, denk ik. Ja, we hebben ze allemaal. Okay. We willen de mogelijkheid om aan de juiste dieren een functie zwem en vlieg toe te voegen. Denk nou over de meest geschikte manier hiervoor, als je weet dat bijvoorbeeld een eend zowel kan vliegen als zwemmen. En dat benadrukt eigenlijk een zeer belangrijke nuance. Ik sta mij toe even de git hier ook terug te draaien eerst. Voilà. Een zeer belangrijke nuance is, waarom doen we die overerving eigenlijk? Die overerving doen we om het hoofd te bieden aan don't repeat yourself. Of die don't repeat yourself te honoreren. En dat is natuurlijk doordat als je in basisklasses dingen gemeenschappelijk kunt onderbrengen, dan hebben we dat we ze maar één keer moeten schrijven. Dus als hergebruik. Is daar duidelijk een voorbeeld van, of een reden van die overerving. Maar die overerving gaat dus ook polymorfisme in het leven roepen. Dat is, overal waar dat je een object hebt, kun je die stoppen in een variabele van die klasse waar dat hij toe behoort, of van alle bovenliggende klasses. Dus met andere woorden, een vleermuis, als je dan een nieuw bed maakt, dan kun je dat stoppen in een bed variabele,
maar ook in een mammal variabele en ook in een animal variabele. En zelfs, want alle klassen erven over van één grote moederklasse object, dus je kunt het ook in object bijhouden. Ik ga dat straks eens demonstreren. Nu, wat is het nadeel van die overerving? Dat is dat je at design time alles vastpint. Dus het is zeer moeilijk om iets te veranderen achteraf. En zeker niet dynamisch. Dus terwijl dat programma draait, kun je niet zomaar het gedrag van een object gaan aanpassen. Ja. En dat is waarom dat men veel vaker het alternatief gebruikt. En dat is door middel van interfaces en compositie. De compositie is niks meer dan een member variabele die van een ander type die wijst naar een object ook. Dus bijvoorbeeld een auto heeft een stuurobject. Ja. En dus met die compositie en interfaces kun je eigenlijk hetzelfde bereiken. Kun je dat hergebruik ook aanbrengen. Ik ga dat straks eens tonen, die nuance. Of dezelfde oplossing met de twee technieken. Maar eerst en vooral. Gaan we dat hier tot een goed einde brengen. Zwem en vlieg. Nu, je hebt een eend die kan zowel zwemmen als vliegen. Dus we kunnen niet zeggen wat het gedrag van vliegen bij de vogel onderbrengen en zwemmen bij een vis onderbrengen. Want een eend is gedefinieerd, en dat is typisch een van de problemen, doordat je at design time beslist dat een eend een vogel is, kan hij vliegen. Maar als je zwemmen onderbrengt bij vissen, ja, dan gaat die eend nooit kunnen zwemmen. Dus wat we kunnen doen, is daarom twee interfaces maken. De zwemmer. Ik heb hier klassen ervan van gemaakt, maar ik denk dat ik gewoon kan wijzigen naar interface. Voilà, dat we niet van de neus gaan maken. Interface zwemmer. En dat is eigenlijk een contract dat we opstellen. Dus we zeggen, iets dat belooft een zwemmer te zijn, die zal moeten de methode swim hebben. En hier zie je opnieuw, net zoals bij een abstracte methode in een klasse, in een basisklasse, hebben we hier eigenlijk ook een soort abstracte methode. We gebruiken het woordje abstract niet. Maar het is een interface, dus we gaan alleen maar de headers van die functies definiëren. Dus het contract vastleggen. Dat wil zeggen voor Java, kijk, als iemand of iets beweert een zwemmer te zijn, dan zal hij moeten die methode swim implementeren. Dus van zodra dat we hier bij onze eend zeggen implement swimmer, Dan gaat er hier een alarm af, want dan zegt hij, ja, als je beweert een zwemmer te zijn, dan had je toch wel die swimmethode moeten implementeren. Ja. Voilà. Je kunt een boodschap ervan maken. Het gaat hem niet eigenlijk over de algoritmiek hier, van wat moet er nu echt gebeuren, maar vooral over de structuur van die klasses en hun onderlinge samenhangen. Een eend moet ook kunnen vliegen, dus we gaan er ook een flyer van maken. Vaak zie je dat ze als namen voor interfaces able ervan maken. Dus flyable, swimmable. Maar zwemmen is natuurlijk geen... Dus de nuance tussen actief en passief werkwoord. Dus swimmable betekent dat, dat het zwembaar is. Dus het is een heel raar woord natuurlijk. Dus ik zou hier voor zwemmer gaan en voor flyer. Je kunt je afvragen natuurlijk... Ja, de flyer en een bird, zit je dan niet een beetje langs twee wegen hetzelfde aan het proberen? En inderdaad, dat is omdat je geen duidelijke keuze maakt tussen gaan we nu met interfaces werken of gaan we met de overerving werken. Dus die twee staan eigenlijk naast elkaar in dezelfde betrachting, dat is het hergebruiken van code. Ik ga hier weer een interface van maken. En een flyer zal moeten kunnen vliegen, hè? Dus we gaan hier... Het ervan maken, die heb ik niet nodig. Voilà. En nu kan ik die eend zowel een zwemmer laten zijn als een flyer. Voilà. En dan gaat hij opnieuw zeggen, ja sorry, dan moet je ook de methode fly implementeren. Oké.
En opnieuw, wat er gebeurt, doet er nu niet toe. En, dat is een voordeel van interfaces. Je kunt meerdere interfaces implementeren. Je kunt zeggen, ik ben een zwemmer, maar ik ben ook een vlieger. Terwijl dat je maar van één klasse kunt overhebben. Dus dat is al een beperking. Hier heb je geen beperkingen in. En het probleem is, als je dus inderdaad met een overerving, dan maak je een boomstructuur. En dan heb je eigenlijk dat je moet kiezen. Zoals dat je ziet, een eend kan overerven van vogel. Maar daardoor kan hij niet zwemmen, want vissen zouden zwemmen. Als je die methodes in die basisklasse stopt. Maar bij interfaces hebben ze dat dus niet. Vogelbekdier is ook zoiets raars. Dat legt eieren, maar het is toch een zoogdier. Dus als je het gedrag van vogels vastpint op eieren kunnen leggen, en zoogdieren doen dat niet, ja, dan heb je heel grote problemen om dat vogelbekdier erin te krijgen natuurlijk. Goed. Dus kun je beter met een interface werken, eierleggers. En dan zou je nog kunnen zeggen, alle vogels zijn eierleggers bijvoorbeeld. Dus, ik heb daar zo'n namen voor in de biologie, maar ik ken ze niet. Mijn zoon zou ze wel kennen. Hij zit aan de Gent en is biologie gestudeerd, maar je hebt ovovivipaar, ovipaar enzovoort. Ik moet hier een goede naam verzinnen voor eierleggers. SpaceX. Oké. Voilà. Ook een interface. Voilà. En we gaan hier een methode verzinnen die een eier legt. Ja, leg eieren. Oké. Okay. En u kunt alle kanten uit, hè, want schelpadden bijvoorbeeld leggen ook eieren. Er zijn geen vogels, enzovoort. Ja. Maar toch kun je alle vogels meteen vangen door te zeggen, ik ga bij vogels. Waar zijn ze hier? Birds. Ik ga bij birds zeggen, ja, ook al is dat nog een abstracte klasse, ik ga hier toch al implements... SpaceX meenemen. Dus door de interface aan te maken, kunnen we nu zeggen, alle vogels zullen sowieso eieren leggen. Dat zal ervoor zorgen dat wij bij een pinguïn nu in de problemen komen, want die pinguïn is een bird, maar een bird moet per definitie ook het contract voldoen van eierleggers. Dus gaan we hier inderdaad die methode layX moeten toevoegen. Okay. Wat hebben we hier nog? Bij kikkers leggen ook eieren. Okay? Dus kikkers. Kikker is geen vogel. Gaat dus per definitie ook niet moeten... eieren leggen, maar ik denk zelfs dat we kunnen stellen dat de meeste, bij mij weten, de meeste reptielen allemaal eieren leggen. Dus kunnen we eigenlijk ook bij reptile en bij amphibian. Ik ben hier geen bioloog, hè, maar ik probeer even... Allee, het kan zijn dat je een scherpere nuance moet maken, maar bij reptile kun je ook zeggen, implements lays eggs, oké. En bij amphibian zou je het ook kunnen doen. Oké. Okay. Ik weet het niet zeker, hè, als alle amphibieën en alle reptielen eieren leggen. Maar doordat we dat doen, hebben we ze meteen wel mee. Dus dan moet je dat niet bij al die reptielen herhalen. Of niet bij al die amfibieën herhalen. Je kunt dat in die basisklasse doen. Oké. Okay. Dus dat is waarom het nuttig is om nog een amfibieklasse te hebben. Tussen je animalklasse en tussen je frogklasse bijvoorbeeld. Ziezo. Wat heb je nog nodig? Reptile is in orde. Ja. En dan hebben we wat? Ik ga ze nog eens overlopen. Een bat is een mammal. Een bird
legt eieren, maar is die basisklasse, zal het vogels leggen eieren. De duck gaat ook die lay-ex of lay-ex moeten implementeren. Voilà. Ja. Ik kan het hier ook proberen. Duck is laying eggs, voilà. Dan de fish. Niet alle vissen zijn eierleggers, denk ik. Ik ben niet zeker. Goed, dus we gaan het niet doen hier. Dan hebben we frogs. Zijn amfibieën en zijn dus per definitie eierleggers. Mammals niet. Maar als ik nu bijvoorbeeld een vogelbekdier heb. En ik weet de naam er nu al van. Maar het is laat. Het is maandag. Allee, wat is een vogelbekdier nu weer in het Engels? Een platypus, ja, inderdaad. Dus als we hier nu een platypus maken. Dan kan ik hier zeggen extend mammal, maar implementeert ook lay-ex. Dus hij hoeft het niet te krijgen van mammal, want niet alle mammals leggen eieren, maar deze wel. Dus kun je hier de nuance maken dat het wel moet gebeuren. Voilà. Ik ga die allemaal maken. Platypus sound is zeer conservatief hier. En hier kan ik ook nog boodschappen zetten. Platypus, lay-ex. Okay. Voilà. De reptile gaat ook eieren leggen. De snake gaat dus moeten ook die lay-ex implementeren. Voilà. En dan hebben we nog een tiger. Okay. Je kunt er zeer ver in gaan. Je kunt zeggen, ja, kijk, een tijger is ook een zwemmer. Hè. Goed. Okay. Ik denk dat ze met zwemmer hier bedoelen iets dat kan overleven in het water voor langere tijd. Dus die kan wel aan de neemt. Ja. Dat drijft. Okay. Enfin, het gaat hem niet over de exactheid van die details hier nu. Maar over het feit dat je eigenlijk met de interfaces veel flexibeler bent dan met die overherring. En ik ga dat zo dadelijk in een ander voorbeeldje naast elkaar tonen. Het voorbeeldje met overerving en het voorbeeldje met interfaces en compositie. Ziezo. Dus je kunt eigenlijk alle kanten uit. Maar je ziet dat je dus eigenlijk, als je zo'n structuur maakt, dat die zeer snel dat dan een hele boekhouding wordt. Hè? Dat je moet bijhouden van elk dier, wat dat de eigenschappen zijn, enzovoort, enzovoort. Dus als je echt zo'n ingewikkelde structuur maakt, zou ik eigenlijk zeggen, kun je waarschijnlijk, als het alleen maar gaat over het feit dat hij kan zwemmen of niet, dan kun je beter met booleans werken in de basisklasse. Als je echt gedrag moet hebben, dan kun je eigenlijk beter richting compositie gaan en een design pattern, dat ze noemen strategy. Okay? Maar goed. Ik ga nog even kijken als we die oefening nu helemaal gemaakt hebben. En dan kunnen we er eventjes over uitweiden. Hè. In Animal had ik hier alles. Dus in één kan vliegen en zwemmen. Ik denk dat ik dat gedaan heb. Duk, 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 duk. Ja. Hij hoeft zelfs... Hier hoef ik geen flyer niet meer te schrijven. Want ik heb gezegd dat alle vogels kunnen vliegen. Dus je ziet dat het automatisch geïncluid zit. En Bird implements die fly al. Okay. Does not override, wacht hè, maar Bert gaat toch fly, hè, denk ik. Ah nee, hier ja, moet het hier nog doen. Ja. Ja, en inderdaad, flies zou misschien een betere naam zijn. Ja. Of can fly. En ik ben dan alweer, dan kun je zeggen, wel, een struisvogel bijvoorbeeld kan niet vliegen, ja. Dus eigenlijk mag je het niet bij Bird zetten, maar dan ben je gedoemd om het bij alle
alle vogels apart moeten zetten. Ja. Dus dat zijn het soort vraagstukken die je niet opgelost krijgt als je met overerving werkt. Ja. Wat je zou kunnen doen is zeggen, ik ga hier fly by bird zetten. En dan moet een stressvogel maar een override doen van fly en niks doen daarin. Okay. Maar sowieso, allez, het wordt een janboeltje. Okay? Als je dat probeert te doen met overerving, daarvoor dient het niet. Maar ik vermoed dat ze de oefening hierin stoppen, vooral om de techniciteit van die extents implements, dat je dat in de vingers zou krijgen. Als we nu terug gaan naar Duck, dan klopt het nu. Ja, want Duck krijgt zijn fly al mee, of zijn verplichting tot fly al mee van Bert. Oké. Okay. Een uitdaging, dus twee arrays toevoegen, een kooi met vliegende dieren en een vijver met zwemmende dieren. Oh ja, en bijvoorbeeld, wat was het, een bed. Kan ook vliegen, hè? Dus je kunt, hij blijft gewoon even bezig. Hè? Dus flies is misschien beter dan flyer en swims is misschien beter. Ja. In de navolging van Lazy Eggs. Oké, okay, dus ik zou het kunnen veranderen. Eventjes hier dit nog toevoegen. Voilà. En ik ga hem veranderen. Hè. Ik ga hem renamen. Refactor rename flies. Het gaat eigenlijk meer over een eigenschap dat ze hebben dan over een flyer is iets dat vliegt. Ja. Maar voilà, swims. Ziezo, hè. Ik zou dus een public static void main kunnen maken met die twee arrays daarin. En eens je deze hebt aangemaakt, loop je over de arrays en print je van elk dier het resultaat van hun maakgeluid af. Oké, okay, kunnen we doen. Dus als ik hier nu een klasse zoom maak bijvoorbeeld, en daar in de public static void main, voilà. We gaan er niet op letten wat dat hier allemaal maakt. Dat is niet iets dat we nodig hebben. Ziezo. Allee. Al vervelend die CodePilot. Ik heb dus wat nodig? Een volière en een aquarium. Oké. Okay. Dus een aquarium zal, zo we kunnen zeggen, bestaan uit fish. En we kunnen daar een klassieke array van maken. Maar jullie hebben ondertussen waarschijnlijk al ArrayList gezien. Ik ga die nemen omdat die veel dynamischer is. Dat ik de grootte niet vooraf moet vastleggen en dat hij ook groeit. Okay? Dus ik ga hier een ArrayList nemen van Fish. En beter is de interface list te gebruiken als variabele. Dus een list van... ik zou kunnen zeggen van Fish. Maar het zijn eigenlijk van dingen die zwemmen. Yes? Swims. Okay. Dus we hebben gezegd dat een tijger ook kan zwemmen, dus hij moet eigenlijk in dezelfde lijst kunnen zitten als in een zalm. We gaan dat swimmers noemen, of aquarium. Yeah. Alhoewel, de tijger in een aquarium is dan een beetje raar, ik ga swimmers noemen. Ja, yeah, voilà. Even de... juiste import hier. Oké. Okay. Dus dit is de implementatie. Dat zorgt ervoor dat je een soort ding hebt dat kan groeien. Van binnen zit daar gewoon een array trouwens. Het loont de moeite om eens naar die code te gaan kijken. Maar we gaan dat bijhouden als een list. Waarom? Omdat je dan dat kunt switchen door een andere implementatie. En al de rest van de code zal blijven werken. Ja, een linked list bijvoorbeeld. Een linked list gaat zo'n dynamische array niet maken met een klassieke array van binnen. Maar met een ketting van alle objecten dat hij aan elkaar hangt. Dus het ene object wijst naar het volgende object. Dat wijst weer naar het volgende object. En dus je hebt eigenlijk een ketting van objecten. Dat is een linked list. Okay. ArrayList is voor dit genoeg. Ik ga hier een paar zwemmers aanduiden. Hè. En ik heb ook flyers nodig. Voilà.
En laten we eens proberen. We gaan geen eerleggers maken, maar in die swimmers gaan we dus wat doen. Een nieuwe, wat hebben we allemaal van zwemmers? Een nieuwe vis. En dat was, welke vis hadden we daar? Een authentic salmon. Okay. Voilà. En we gaan daar ook wat nog aan toevoegen. Waarom wil je dat niet doen? We hebben waarschijnlijk vissen nog geen zwemmers gemaakt. Dat is zien. Nee. Oké. Zo. Die Atlantic Salmon had dus ook moeten zorgen dat ik kan zwemmen. Zo. Ja. Terug naar mijn zoog. Waar is ze hier? Ja. Dus ik ga er een zalm aan toevoegen. Ik ga er ook een tijger aan toevoegen. Want ik kan het doen. Hè. Ik heb gezegd dat tijgers kunnen zwemmen. En hier zie je dan in volle glorie polymorfisme aan het werk. Want polymorfisme zorgt ervoor dat wij een zalm en een tijger in dezelfde collection kunnen steken. Op basis van iets van hun gedrag dat gemeenschappelijk is. Namelijk dat ze allebei kunnen zwemmen. En dat zullen we niet kunnen oplossen door een lijst van zalm te maken of een lijst van tijgers te maken. Want als je een lijst van tijgers maakt, dan kan die zalm daar niet in en omgekeerd. Maar doordat we een stuk van hun gedrag onder een contract steken, namelijk swims, kan die Atlantic salmon en die tijger, kunnen die allebei toegevoegd worden aan een lijst van dingen die zwemmen. Hebben we er nog wat? Eens even kijken, die tijger, die platypus kan ook zwemmen. Hè? Dus we kunnen een platypus ook bijzetten. Hè? Ik denk trouwens dat heel veel zoogdieren kunnen zwemmen. Voilà. We gaan in onze zoog nog een platypus erbij steken. En dat is het. Hè. Een pinguïn bijvoorbeeld zal. Die heeft nog een probleem. Wat is het probleem hier? Even zien. Die moet kunnen vliegen ook. Zie, maar in dit geval hebben we iets dat niet kan vliegen. En toch, doordat we flyer bij Bird hebben opgenomen, zitten we nu in de patatten. Dus dat kunnen we oplossen door te zeggen, we gaan hier niks doen. Hè? Do nothing. Oké. Okay. Als je zegt tegen een pinguïn vlieg, dan doet hij niks. Dit zal hier een pinguïn zijn die eier legt. Ik ga ze nog een keer allemaal overlopen. Amphibian, die doet niks hier. Omdat hij abstract is. En hem ook Atlantic salmon zwemt. Een bat kan vliegen, dus ik ga hier ook een boodschap in zetten. Bat is flying. De bird is een abstracte klasse. Duck heeft ook al zijn implementaties. Frog moet hier nog een implementatie hebben. En we zien als de methode opgeroepen wordt dat er iets gebeurt in principe. Penguin is in orde. Hoe je zelf kunnen schrijven, penguins kunnen niet vliegen, maar goed. Voilà. Dan zijn we er. Snake. Dus laying eggs, voilà. En die tijger moet kan zwemmen, voilà. Terug naar onze zoo. Dus we hebben hier een beetje van alles erin gestopt. Als we nu met een for, en daar heb je een speciale structuur voor de for each, die zegt ik ga met een zwemmervariabele van de klasse swims. Ja. Dus dat is een variabele van type swims. Maar omdat de lijst allemaal dingen zijn van type swims, kan ik met die variabele over al mijn zwemmers lopen. Hebben jullie een for each gezien? Ondertussen?
En omdat ik al die dieren die in die swimmers zitten benaderen als een swimmer, dus iets dat swims, ja, kan ik hier alleen maar oproepen wat typisch is voor dat contract. Hè? Dus je kunt daar niet plotseling zeggen, een van die dieren kan ook vliegen bijvoorbeeld. Ik ga hier plotseling een keer tegen die swimmer zeggen, fly. Dat gaat niet, omdat je eigenlijk zegt, dat is polymorfisme aan het werk. Ik bekijk al die dieren als zwemmers en de rest interesseert me niet. Wel, het feit dat de rest je niet interesseert, wordt hier duidelijk doordat die andere methodes zelfs niet eens zichtbaar zijn in de drop-down. Ja? Ik kan dus al die dingen doen zwemmen, omdat ik ze verzameld heb op hun eigenschap swims, wat betekent dat ik eigenlijk gegarandeerd ben dat die swimmethode bij elk van die dieren aanwezig is. Ja? Je kunt die voor ook anders schrijven, voor I, waarbij dat we over die zwemmers gaan. Swimmers.length, of sites. En dan hier swimmers.geti. Dat is als je via de indexen gaat. Dit is als je met een for each werkt, waarbij dat je die indexen zelfs niet nodig hebt. Hè. Dus ik prefereer uiteraard dat. Dus je maakt een variabele aan van het type. En dan zeg je over welke collectie dat je moet gaan. Dus die swimmer zal achtereenvolgens wijzen naar elk element in swimmers. En voor elk element ga je die swim oproepen. Dus ik laat het eventjes voor wat het is. Maar even run, kijk of dat werkt. En we zullen hier drie dieren moeten zien zwemmen. Hè. Een zalm, een tijger en een platypus. En hetzelfde is eigenlijk voor die flyers waren. Is nog aan het parsen. Ondertussen naar de opgave een keer terug. Eentje, deze hebt aangemaakt, loop je over de arrays en print je van elk dier hier in het resultaat van de maak-geluid-functie af. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb de specifieke methode swim gebruikt voor het feit dat we ze als zwemmers. Gaan benaderen. Hebben we hier nu al code is nog altijd bezig. Ja, nu is hij klaar. Gaat runnen. Ja, dus die Atlantic salmon, die tijger en die platypus zwemmen. Hè. Kun je nu aan hun maak geluid? Want het feit dat die zwemmers wel allemaal kunnen zwemmen, maakt nog niet dat ze geluid kunnen maken, ook al zijn het dieren. Wel, dat is opnieuw die polymorfisme aan het werk. Als je hier een animal variabele hebt, en je cast die swimmer naar een animal, wat je kunt doen in principe, tenzij dat je iets zou hebben die buiten de overervingsboom van animal valt, dus dat je bijvoorbeeld plotseling een ship hebt, die daar helemaal nergens in thuis hoort, en dat je hebt gezegd, een ship implement maar dat schip kan geen make noise aanvaarden, dan heb je problemen natuurlijk. Hè. In principe kunnen we nu die make sound ook oproepen van die animals, maar hier moet je dus opletten, het kan gevaarlijk zijn. Hè. Eens kijken wat dat hij doet. Voilà. Dus dan zie je dat ze ook hun geluid maken. Hè. Roar bij de tijger, blub bij de zalm. En ja, een platypus geluid bij de platypus. Maar in principe heb je ook nog een instance over om dat te checken. Voordat je die cast doet. Laat me eens tonen wat dat er zou kunnen gebeuren. Als ik hier een nieuwe klasse maak, boot. Voilà. En ik zeg, boot is ook een implement swim. Ja. Beetje de stretch, maar goed. Dat een boot zwemt. Maar stel dat je zo'n situatie hebt. En dan kun je zeggen, implement the methods. Okay. Voilà. Maar die boot zit niet in die overervingstree van animal. Dus in principe ga je hier wel een nieuwe boot kunnen stoppen. Omdat hij ook kan zwemmen. Maar als je hem gaat casten naar een animal,
dat gaat natuurlijk verkeerd lopen. Want die boot is geen animal. Dus dat zijn allemaal de problemen die je krijgt met de overheffing. Dat je eigenlijk ja, hele rare constructies kunt opzetten en dat je dan problemen krijgt. Zie, class cast exception. Je kunt een boot niet casten naar een animal, want hij is er helemaal niet van afgeleiden. In principe zou je nog kunnen checken als die swimmer een instance is of animal. Maar ik weet niet of dat gaat voor basisklasses. Dus alleen maar in dit geval gaan we dat doen. Zo. En dan hebben we misschien nu dat die foutmelding verdwijnt. Ja, dus die boot zwemt wel. Maar die boot, als die swimmer wijst naar die boot, dan is dat geen instance van animal. Dus met instance of, dat keyword, die operator, kun je checken als een zwemmer of als een object tot een bepaalde klasse behoort of basisklasse ervan. Dus die boot zal geen animal zijn, en dus, terwijl dat een platypus, een tijger en een zalm dat wel zijn. Dus zo los je dat dan op. Goed. Zijn er vragen? Want ik denk dat we er zijn. Ik ga hetzelfde niet doen voor flyers. Dat is analoog. Hè? Goed. Smijt er hier een aantal in en de code zal hetzelfde zijn.